Verderweg in het veld is het dan Kaboom met Canona. Daarachter volgt Jukol Twico, die moet een paar gaatjes laten vallen. En daarachter volgt dan nog Joris Charisma. En een hele grote achterstand, die kunnen we gevoeglijk vergeten voor Ibra Kadabra. En het is halverwege de laatste bocht op dit moment. Jackie de Bel die nog altijd leidt. Jackie de Bel probeert de aanval te pareren die er komt aan de buitenzijde van Kentucky Renka. Yakayoro JC ligt nog altijd op de derde plaats. Aan de buitenzijde komt Canona en Kaboom die probeert de positie te verbeteren. En zo zijn we dan in de finale fase met aan de kop op dit ogenblik dan Kentucky Renka. Maar daar komt Kaboom aan de buitenzijde. Kaboom, die komt opzetten. Kaboom, een explosief eindschot voor Kaboom. Die wint de eerste koers met Tom Kooijman. Op de tweede plaats Kentucky Renka. Daarachter zagen we dan nog op de derde plaats Jackie de Bel voor Yakayoro JC. Dames en heren, de uitslag van de eerste koers is officieel. Gewonnen door nummer 9 Kaboom. Tweede geplaatst nummer 1 Kentucky Renka. Derde de 8 Jackie de Bel. Vierde de 5 Yakayoro JC. En vijfde de 4 Kai Starboko. En daarmee wordt Kaboom en Tom Kooijman de eerste winnaars van deze drachtendag. Dames en heren, hier op de baan van Groningen. En Kaboom is een driejarige merrie van Explosive Matter uit Andalus. Gefokt door het driemanschap Davidson, Zonderman en Engwerda. Met als eigendom van Stal PD, getraind door Bas Krebas en gereden door Tom Kooijman. Ja, moesten we lang wachten en dat hebben we gedaan en ze maakt het keurig af. Prima. Dames en heren, eerst een groot applaus voor de eerste winnaars van vandaag. Kaboom en Tom Kooijman. ...150 meter. 100 meter. 50 meter nog. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de opener hier op Groningen vandaag. De Drachtendag 2020 prijs. En we gaan eens kijken hoe de strijd om de leiding ontvouwt. En het is aan de binnenkant Kentucky Renka. Die probeert de leiding te verdedigen tegen Yakayoro JC. En aan de buitenzijde Jackie de Bel. Dat zijn de drie best geplaatste paarden bij het indraaien van de eerste bocht. Als de deelnemers dan die bocht indraaien, zien we de galoppade aan de staart van het veld van Joris Charisma. Draaft weer. En helemaal op achterstand staat Ibra Kadabra. Die heeft een toverspreuk nodig om weer in de front rank te kunnen komen. Die front rank die wordt op dit moment aangevoerd bij het doordraaien van de bocht door niemand minder dan Jackie de Bel. Jackie de Bel heeft anderhalve lengte voorsprong genomen op Yakayoro JC. En twee lengte daarachter volgt in derde positie dan Kentucky Renka. De vierde plaats is voor Kaistar Boko en die wordt dan gevolgd door Kaboom. Daarachter is het dan Canona en die wordt dan weer gevolgd door Jukol Twico. Op grote achterstand Joris Charisma en op hele grote achterstand Ibra Kadabra. De paarden gaan op dit moment de stadsbocht in, oftewel de stalbocht, met aan de kop Jackie de Bel. Jackie de Bel heeft een lengtevoorsprong op Yakayoro JC. En in derde positie zien we nog altijd Kentucky Renka. De vierde plaats voor Kaistar Boko. Daarachter dan Kaboom met Canona en Jukol Twico is Tail and Charlie als we kijken naar de trein. En zo komen de paarden dan in de rechte lijn in. Inderdaad, in treinformatie. Op achterstand zijn het nog altijd Joris Charisma en Ibra Kadabra. Paarden melden zich voor de tribune zo dadelijk. Met aan de kop nog altijd Jackie de Bel. Jackie de Bel met een lengtevoorsprong. Yakayoro JC. Westerbrink kijkt dus achterom. Ziet dat hij achter zich heeft Kentucky Renka in derde positie. Met op de vierde plaats Kaistar Boko gaan we dan nu de laatste ronde in. Daarachter volgt Canona geflankeerd door Kaboom. Verderweg in het veld Jukol Twico. De aansluiting is er bijna voor Joris Charisma. Zo gaan de paarden de stadsparkbocht in. Met aan de kop nog altijd Jackie de Bel. Jackie de Bel leidt met een lengtevoorsprong op Yakayoro JC. En in derde positie is het dan Kentucky Renka. Kaistar Boko vierde. Kaboom aan de buitenzijde maakt een halve plaats goed. Dan Canona, Jukol Twico. En in aangesloten vorm Joris Charisma. De paarden zijn aan de overzijde van de baan. Met nog altijd Jackie de Bel die de leiding verdedigt. Jackie de Bel een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats komt nu in het tweede spoor Kentucky Renka. Daarachter Yakayoro JC. Met op de vierde plaats Kaistar Boko.
Jumbo. Verder weg in het veld is het dan Kaboom met Canona. Daarachter volgt Jukko Twico. Die moet een paar gaatjes laten vallen. En daarachter volgt dan nog Joris Charisma. En een hele grote achterstand. Die kunnen we gevoeglijk vergeten voor Ibra Cadabra. En het is halverwege de laatste bocht op dit moment. Jackie de Bel die nog altijd leidt. Jackie de Bel probeert de aanval te pareren die er komt aan de buitenzijde van Kentucky Renka. Jakayoro JC ligt nog altijd op de derde plaats. Aan de buitenzijde komt Canona. En Kaboom die probeert de positie te verbeteren. En zo zijn we dan in de finale fase. Met aan de kop op dit ogenblik dan Kentucky Renka. Maar daar komt Kaboom aan de buitenzijde. Kaboom die komt opzetten. Kaboom! Een explosief eindschot voor Kaboom! Die wint de eerste koers met Tom Kooijman. Op de tweede plaats Kentucky Renka. Daarachter zagen we dan nog op de derde plaats Jackie de Bel voor Jakayoro JC.